Dit was woensdag de eerste vraag in de fietstunnel onder de N329 ter hoogte van de single 4045. Het antwoord was Driek Reuvers. Dit jongetje dat de bouw van de tunnel op de voet heeft gevolgd, opende samen met wethouder Jan van Loon de tunnel van de toekomst. De onderdoorgang is voorzien van het Pleasant Pass systeem. De bedoeling daarvan is om fietsers in de tunnel zich veiliger en prettiger te laten voelen. Want 's avonds vinden wij iedereen bijna een tunnel niet aantrekkelijk, eigenlijk een onveilig gevoel. Vrouwen bovendien nog meer dan mannen. Dus dat wil je eigenlijk niet. Want dan wordt een tunnel ook niet veel gebruikt. En daarvoor heb je hem niet gebouwd. Wie de tunnel infietst, ziet op een matrixbord een mededeling of vraag staan. Daarna volgt een bijbehorend beeld of geluid. Aan het einde van de tunnel staat op een tweede paneel het antwoord. Elk uur verschijnen er nieuwe vragen of antwoorden. Het systeem is ook interactief. De tunnel kan voorbijgangers persoonlijk welkom heten als ze zich via de website tunnelvandetoekomst.nl registreren. Het is niet voor niets dat er zoveel technische snufjes in zitten. Aan de reconstructie van de N329 is de weg van de toekomst toegevoegd. En dan heb je dus een hele hoop innovatieve en creatieve ideeën in de weg zelf. Maar heel belangrijk was ook om goede fietstunnels te realiseren die sociaal veilig waren. Er is een stevige discussie geweest daarover. Nou, ik denk dat we die hebben kunnen realiseren. En als toevoeging op de weg van de toekomst kwam toen het idee van de Pleasant Pass. Een stukje afleiding als je door zo'n fietstunnel gaat. Dat hebben wij beoordeeld. Wij vonden dat in de totale ideeën van de weg van de toekomst passen. En daarom is het hier in Os voor het eerst toegepast en gerealiseerd. De Pleasant Pass kost in totaal €250.000. Dat geld is goed besteed, vindt Jan van Loon. We hebben de weg van de toekomst in Os. En dat heeft veel aandacht in Nederland, op alle mogelijke manieren. Er zijn voor veel meer geld allerlei toepassingen in de weg gestopt, waarvan ik nu hoor van geweldig hè, dat we deze weg hebben. Een van die aanvullende toepassingen, en wat het minste heeft gekost, is deze Pleasant Pass, die weer moet zorgen dat er een sociaal veilige fietstunnel is. En ik ben er in die zin wel trots op, dat we het hier in Os gerealiseerd hebben, maar dat er ook ondertussen, onder andere in Utrecht, al andere interesse is. Dus er blijkt toch dat dit waarschijnlijk wel in een behoefte gaat voorzien. De grote vraag nu is natuurlijk of fietsers ook echt berichten achter gaan laten. De verwachting is van wel. We hebben ook onderzoek laten doen door het ROC hier in Os. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat, tot mijn verrassing overigens, dat natuurlijk jongeren het vaker zullen gaan doen dan ouderen. Dat verraste me niet zo. Maar wat wel verraste is dat meisjes met name zeiden en heel veel vaker zeiden dat zij het zouden gaan doen. Dus dat vond ik wel een mooie uitkomst. En ik verwacht echt, wat ik heb gehoord tot nu toe, als we hier zijn en als we met mensen praten, en zelfs trouwens ook met oudere mensen, dat het gebeuren gaat. Nu de tunnel van de toekomst officieel is geopend, is de reconstructie van de N329 bijna klaar. Er komt alleen nog een geluidsscherm bij de Adelaar. Ook is er nog een discussie gaande over een natuurbrug.